Hey fijne mens, welkom op mijn kanaal. Fijn dat je kijkt. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het eventjes. We zijn bijna bij 3000, hoorde ik vanmorgen van mijn zoon. Die was helemaal trots. Papa, je hebt bijna 3000 subscribers. Nou, echt fantastisch. Dus als je terug bent, welkom. Als je nieuw bent, ik ga vandaag een filmpje maken over het innerlijk kind. Veilige en onveilige hechting. Relatiepatronen waar je in terecht kan komen. Op basis van een vraag van een van de kijkers en lezers uit de Facebookgroep, Niels. Ik ga die vraag zo beantwoorden. Mijn naam is Lars Faber. Ik ben soms 3, soms 6, soms 12 en vandaag 53 jaar. Ik moet een beetje volwassen zijn om dit soort ingewikkeldere vraagstukken met je te kunnen bekijken. Ik ben op dit moment aan het schrijven over deze thema's. Dus ik ga kijken of ik deze vraag van Niels over veilige hechting kan beantwoorden met de nieuwe inzichten die ik heb gekregen tijdens het schrijven. Dus als je het interessant vindt, blijf lekker hangen. Gaan we dit soort thema's uitdiepen. Oké, laat ik eerst de vraag eventjes voorlezen van Niels. Lars Faber, zou je een keer een filmpje kunnen maken over veilige hechting en het verschil met codependency? Want de kindstukken die elkaar herkennen en vervolgens elkaar gaan lovebomben is iets wat in elke relatie tot in zekere mate wel voorkomt, toch? Mm-hmm. Je wilt graag iemand die dezelfde normen en waardes heeft en bij je past. Ja. Ik snap dat dat uit een plek van oké met jezelf zijn moet komen en niet de ander daarvoor nodig hebben, maar zijn er wat duidelijkere verschillen aan te geven? Wanneer je of jezelf, even kijken, hoe zeg je dat? Wanneer weet je of je jezelf in een oud patroon verzaakt of wanneer je iemand hebt gevonden die wel veilig gehecht is en of je daar zelf al een stuk overheen bent? Ja, ik vind het een hele interessante vraag, Niels. En voor mensen die dat nog niet hebben gedaan, je kunt lid worden van die Facebookgroep, die heet Vrij van Codependency. Er zijn nu over de 1000 mensen lid van, er wordt heel veel gedeeld. Mensen geven elkaar advies als er vragen gesteld worden, noem maar op. Het is gewoon een hele mooie veilige basis om, om dit soort thema's met elkaar te bespreken. En af en toe worden er dus ook vragen gesteld. Ik heb er al wat dingen opgekrabbeld waar ik het daarover wil hebben. Maar het zijn een aantal thema's hier die bespreekt Niels. Dus laten we ze gewoon één voor één bekijken. Natuurlijk zeg je nog, kun je iemand het testje laten doen? En als die lage scores heeft, is dat al een goed begin. Maar ik zou graag wat meer duidelijk hebben in wanneer het gezond en wanneer het ongezond is. Die testjes, Niels praat hier over de codependency test. Die link ik iedere keer in de beschrijving bij YouTube hier. Direct onder het filmpje, die kun je gratis doen. Heb je vrij snel door hoe je eigen codependency patronen gaan. Maar laten we eerst eens eventjes gaan kijken naar wat Niels hier nou allemaal zegt. Want dit is een heleboel bij elkaar. Ik heb hem, normaal gesproken lees ik de casussen niet, maar deze vraag heb ik wel vanmorgen echt even uitgebreid gelezen. Nou, mijn hoofd ging als een flipperkast een keer. Dus ik kan hier zomaar 5 uur met je over praten. Maar ik ga kijken of ik het gestructureerd kan doen. Daarom heb ik een paar dingetjes opgeschreven. Zou je een filmpje kunnen maken over veilige hechting? Laten we daar als eerste gewoon eens even over kijken. Daar kan ik ook al... Jezus, daar kunnen we heel lang over doorgaan. Maar laten we gelijk naar de basis gaan. Hier schrijf ik ook over in het boek. Dus dit is voor mij hot topic. Het boek ga ik je nog even laten zien. Je hebt een primeur. Dit is de cover. Samengemaakt met Nick Huiszoon. Shoutout voor Nick. Hele fijne ontwerper. Dat hebben we samen ontworpen. Het boek gaat heten De Zielsbevrijder. En het gaat over dit soort thema's, Niels, waar jij nu mee bezig bent, over je ziel in de diepte bevrijden. En daarvoor moet je dus eerst weten wat er aan de hand is. He, dus daar zijn ook die testjes voor. Het is net als dat je, als je auto iets krijgt, dan gaat een lampje branden ergens. Ja, je moet wel een idee hebben wat er mis is met de auto als je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt. Nou, zo zie ik het ook met codependency. Dus het is niet bedoeld om jezelf stempels te geven van je bent dit. Want er komt namelijk die innerlijke criticus erbij voor wie het nooit goed genoeg is of nooit goed is überhaupt. En dan kom je met jezelf in de problemen. Dus kijk of je ook de dingen die ik nu bespreek gewoon luchtig kan bekijken. En niet zo van, oh jeetje, er is iets mis met mij. Want dat is echt een van de overtuigingen die velen van jullie, inclusief ikzelf, hebben. Als je dit soort dingen gaat ontdekken. Want je hebt allemaal een soort maatschappelijke norm, wat normaal zou zijn. Nou, vergeet het. We zijn allemaal gewoon fucked up. En er zijn mensen die zijn iets minder fucked up. Die zijn veilig gehecht. Dus die lopen tegen dezelfde problemen aan als jij en ik. En ook in relaties, zoals jij beschrijft. Maar die hebben daar iets meer veerkracht in. Die komen sneller overeind. Als je codependent bent, als je innerlijk kindverwonding hebt, koppel die twee gewoon maar aan elkaar.
ja, dan kom je sneller in de problemen, maar kom je dus ook sneller in beschermingsmechanismes. Nou, laten we daar naar kijken. Is voor mij een hele mooie topic, hoop voor jou ook. Dus veilige hechting, wat is veilige hechting? Hè? Dus dat is misschien al heel goed om naar te kijken. En over het algemeen kijken we daarnaar van ben je genoeg in je basisbehoeftes en in je ontwikkelingsbehoeftes gezien, gesteund, aangemoedigd, beschermd, begrensd, in liefde, in voeding, in een plek hebben in huis, welkom zijn, noem maar op. Hè. Maar dit is heel algemeen. Het is heel algemeen. En wat mij eigenlijk bij het schrijven van het boek ongelooflijk veel structuur heeft gegeven, is de schatkaart van de ziel. De schatkaart van de ziel, voor mensen die hem al kennen, die is ook aan een revisie bezig. Stan Teurlings heeft deze getekend. Een hele fijne, jonge ontwerper. En ik bedenk dingen en dan zeg ik, hey Stan, teken eens eventjes dit voor mij. Daar en daar ongeveer op de kaart. Daar gaat hij mee aan de slag. En zo ontwikkelt deze kaart. Deze kaart is wat de Indianen noemen een buffalo map. Ja, dat zeggen ook niet voor niks. De kaart is niet de omgeving. Die is bedoeld om je op weg te helpen. En midden, ja, hier midden op de kaart zie je een yin en een yang teken. Die staan in het centrum van deze kaart voor onze ziel, voor onze bezieling, voor onze, ja, voor onze menselijke ziel. Dus het gaat niet zozeer om het oneindige gedeelte van de ziel. Het gaat om je menselijke deel van de ziel. En dat yin en yang teken staat er niet voor niks. Dit is een vliegwiel, dit is een draaiend wiel. Dit zijn je mannelijke en je vrouwelijke aspecten. Nou, als je dus naar hechting gaat kijken, dan is het dus heel erg interessant, maar ook vruchtbaar om op deze manier naar je te gaan kijken. Ik las op mijn 16e een boek van Carl Jung, dat heet Anima Animus. En dat gaat hier over, dat zou ik yin en yang kunnen eten. Anima Animus betekent gewoon mannelijk en vrouwelijk. En ja, dat is gewoon ongelooflijk boeiend als jij dus kijkt naar jouw vraag van wat is dan veilige hechting? Wanneer ben ik zelf veilig gehecht? Wanneer ontmoet ik iemand die veilig gehecht is? Nou, een van de wetmatigheden die ik je nu al kan verklappen is, op het moment dat je codependent bent en in één van de rollen zit. Hè, dus als je dat testje doet, ga je dat ontdekken. Of je bent een helpaholic die anderen beschermt en die anderen adviseert en harmoniseert, altijd klaar staat om anderen te helpen. Dit is een van de strategieën. Of je bent een love addict, je maakt jezelf heel leuk, je maximaliseert je energie. Dit zijn de twee die allebei hun energie maximaliseren. Het gaat hier dus vooral om jezelf leuk voordoen, jezelf lieflijk leuk voordoen, maar vooral ook anderen bewonderen. Of je bent meer de controle over het leven gaan pakken. Dat is de control freak. Hè? Dus je bent gaan controleren. Je bent gaan vechten om overeind te blijven. Of je bent je energie gaan minimaliseren. Hè? Je bent jezelf terug gaan trekken. Uit angst, veiligheid, noem maar op. Nou, hier heb ik andere filmpjes over gemaakt. En daar ga ik vast in de toekomst ook nog verder op in. Maar dit zijn vier responses. Dit zijn vier trauma-responses. En dan komt hij op die kernverwonding. Dus dit is je kern, dit is je ziel, zie je hierboven. En daaronder staat kernverwonding. En het kan dus zijn, Niels en anderen, en dat is dus heel boeiend om te gaan onderzoeken, dat je hier dus verwond bent geraakt in je kern. En dan kom je bij dat aspect wat je noemt, wat is dan veilige hechting? Nou, veilige hechting is een mix van mannelijk en vrouwelijk. En dan een mix van je ouders uiteraard, daar ben je uit voortgekomen. Er zijn al een zaadje en een eitje bijgekomen naar hoe mannelijk en vrouwelijk wil je het hebben. Merged, dat word jij. En je hebt een aantal behoeftes. Je hebt dus behoeftes, twee hechtingsbehoeftes. Twee hechtingsbehoeftes, heel belangrijk om dit te beseffen. Je hebt een vrouwelijke behoefte, met name de rest van je leven. Maar met name natuurlijk in die hele pijnlijke eerste fase, als je al in geboorte zit, hè, dan kom je in wat ze noemen de original wound. Dan word je uit de eenheid weggetrokken, uit de symbiose waar alles perfect was, waar alles voorzien werd. Op het moment dat je het nodig had, je komt in die akelige buitenwereld, je ogen gaan open, je ademt voor de eerste keer. Dit noemen ze de original wound. Ja, als je hierin opgevangen wordt, als je liefdevol vastgepakt wordt, als je de huid van mama voelt en je voelt dat vertrouwde hartje weer kloppen, ja, dan komt je eerste
verwonding langzaam met de loop der dagen, maanden, jaren tot rust. Ja, dus dit is het vrouwelijke aspect in ons, maar ook in het vrouwelijke aspect van je nodige, wat je nodig hebt. Gehechtheid. Je hebt een, doordat je uit die symbiose weggetrokken wordt, word je in de dualiteit gesmeten. Letterlijk en figuurlijk, uit je veilige nestje. En is mama er dan? Hè? Dus als ik uitreik, als je mij nodig hebt, ben je er dan. Als ik huil, leg je me dan aan de borst en streel je me zachtjes, zing je liedjes, praat je met een warme stem, hou je me met zachte handen vast. Het is dus je vrouwelijke behoefte, je vrouwelijke kernbehoefte zou je kunnen zeggen. En daarmee kan dus ook ontstaan een vrouwelijke kernverwonding. Op het moment dat je dus hierin verwond geraakt bent, als je steeds uitreikt, dan komt niemand. Of je wordt vervolgens een voedingsschema gevoed. Of ze laten je gewoon maar huilen. Of er is iets met je aan de hand en mama kan gewoon niet op jou afstemmen. Die is zelf ziek of die is er überhaupt niet. Of wat dan ook. Er kan van alles gebeurd zijn in die hele vroege hechtingsfase. Daarom is dit belangrijk dus om te beseffen. Want wat jij doet, en dat doen we allemaal, is je neemt jouw casus mee naar het hier en nu. He, dus van, hey, ik ben nu volwassen, hier en daar loop ik tegenaan, hier loop ik met partners tegenaan. Maar je hebt dus een heel ander onderzoek te doen. Je hebt het onderzoek eerst in jezelf te doen, op basis van die codependency modellen en die archetypen van, nou, dit ben ik gaan doen. He, dit zijn deze archetypes die laten dus zien wat je als kind, maar later ook op volwassen leeftijd, ben gaan doen. En ook alsmaar herhaalt, totdat je er op een gegeven moment bewust van wordt. Maar waar je ten diepste bewust van mag gaan worden, en daar kom je denk ik nu, en dus ik denk dat ik jou vraag, eigenlijk is dat mijn beste antwoord, een kwartslagje gaat draaien, misschien een halve slag gaat draaien, waarbij je dus niet in de horizontale verbinding, dit is je verbinding met anderen, je IQ en je EQ, hiermee verbind je op lagen met anderen, sociale aspecten, je eigen mentale aspecten, je emotionele aspecten en sociale aspecten. Op deze lijn, dus hier ligt jouw vraag, op de horizontale lijn, hè, hoe verbind ik me dan met anderen, hoe check ik of dat oké is, maar die heb je dus een kwart of een half slagje, dat weet ik even niet, die heb je te gaan draaien en je hebt jouw verticale verbinding, dus tussen de bezieling en tussen het lichaam, jouw wezen, deze lijn, ja, deze uitleiding, die heb je te gaan onderzoeken. In eerste instantie op gehechtheid. Van, hey, hoe ben ik gehecht? Was ik veilig gehecht? Was het een fijne mama die me streelde, die me veiligheid bood, die me warmte gaf, die me in mijn behoeften voorzag, al mijn verschillende ontwikkelingsbehoeften. En daar komt het, want ik ga hier nu niet super diep op in, ja, want dat werk ik weer op andere momenten uit, maar er komt een moment, zo rond de 18 maanden, 2 jaar oud, dat jouw behoeftes gaan veranderen. Ja, dan ben je door die original wound, dus door die allereerste verwonding ben je heen. Je hebt ontdekt dat het hier oké is, dat je zelf oké bent, dat je, als het goed is, in je behoefte bent voorzien. En dan wordt die wereld wordt veilig van binnen. Je gaat veiligheid van binnen creëren. Je gaat een introject van mama maken. Dus je maakt een soort innerlijke mama. En dat betekent dat je gaat ontdekken dat je een wezentje zelf bent. Dus dat mama een apart wezen is en jij een apart wezen. In individuatie noemen ze dat. Dus je gaat afsplitsen van mama. Als dat goed gaat, dan geeft mama je steeds meer ruimte. Als mama, wat Winnicott noemt, een goed genoeg moeder is, dan gaat ze je ook steeds meer een beetje beproeven. Je huilt en ze komt niet meteen naar je toe. En dat is niet om jou te plagen, maar dat is om jouw veerkracht op te bouwen. Zodat je steeds minder afhankelijk van mama wordt. Mama's die dat niet kunnen. Mama's die voor wie jij de kleine wolk was, die met haar in symbiose moest blijven. Die kunnen dit niet. Die gaan die ruimte niet geven. Die blijven je verzwelgen. Die blijven je verstikken. Dan blijf je mama's kleine baby. Want let op, het heeft te maken met oxytocine. Mama, jouw mama of de mijne, die kreeg in die tijd, die werd gelovebombed, die kreeg van het universum de hoofdprijs, de Super Mario Kart, een paddenstoel, de grootste roze blauwe paddenstoel met oxytocine. Ja, dus jouw moeder, als zij zelf een van die codependency archetypes of andere stoornissen had, die voelt zich heerlijk in symbiose met jou. Kon ze je wel loslaten? Misschien heeft ze
dit helemaal niet gevoeld en heeft ze je al vroeg losgelaten. Dus het is belangrijk om je onderzoek te doen als je er dingen over weet, omdat je ze namelijk gaat voelen diep van binnen. Je gaat die kernverwonding, in dit geval dus die vrouwelijke kernverwonding, die ga je voelen. Het voelt ellendig. Het voelt akelig. Als mama je of verstikt, of als het er gewoon niet voldoende voor je was, dan krijg je enorme angsten in jezelf. Je krijgt angsten die zo groot zijn voor je zenuwstelsel dat het er niet mee overweg kan. En dan krijg je energetische blokkades. Die kunnen dus al in je babytijd zijn. Ja. En aan het moment dat jij dus, even terug naar de casus, dat in het hier en nu uit gaat zoeken met partners, kom je gewoon onverweld in de problemen. Ik heb een prachtig nieuwe magneet daarvoor gekocht. Je krijgt een magische aantrekking in eerste instantie. Maar op een gegeven moment gaat dat proces dat gaat omdraaien. Want je hebt niet die verticale lijn gemaakt. En dan ga je elkaar enorm afstoten. Ja. Dat heb je misschien meegemaakt. Mensen die codependent zijn, zullen dit 100 uit 100 herkennen. Van het begon fantastisch. En dan schrijf je over die lovebombing. Het was fantastisch. En op een gegeven moment gebeurde er iets waardoor dit patroon om begon te draaien. Ja, dat is ook weer een van de edits die Stan gaat doorvoeren op de kaart. Deze area hier, die heet nu Conflict Arena, die gaat straks heten Het Verborgen Script. Dat is een titel, die gebruik ik als een van de hoofdstukken in het boek ook. Want dit is namelijk wat er gebeurt. Er is iets verborgen diep van binnen, waar je dan zelf in die verticale verbinding geen contact mee hebt. Je hebt dat nog niet onder je hoede. Je gaat vanuit die codependency archetypes die ik noemde, ga je aan. Die krijgen ook hormonen. Dus die krijgen of heel veel oxytocine, als jij verwond bent geraakt in het vrouwelijke, of ze krijgen heel veel dopamine als je verwond bent geraakt in het mannelijke. Kom ik dadelijk op het mannelijke stuk. Ja, dus in eerste instantie, natuurlijk iedereen, want dat schrijf je zelf ook, iedereen die verliefd wordt, ook mensen die 100% veilig gerecht zijn, die worden door het universum ongelooflijk beloond met beide hormonen. Dus je krijgt een soort overspoeling van je systeem als je verliefd wordt met die oxytocine en dopamine. Dus je wordt gelovebomd, je krijgt die ongelooflijke fijne roze brilfase, de honeymoonfase, de verliefdheidsfase, je wordt knetterverliefd. Nou, dat duurt 6 maanden, 8 maanden, dat duurt 1 jaar. En in die tijd kun je dus niet zo goed onderzoeken, is dit veilig, zijn we goed bezig met elkaar? Omdat dat verborgen script is nog niet geraakt. Dus je oude patronen worden letterlijk een tijdje overschreven. Dat heeft het universum echt ongelooflijk goed gedaan. Anders dan zouden we gewoon gelijk gedonder met elkaar krijgen de eerste paar weken. En dan zou je denken, ja dag met jou, ga ik geen kindjes maken. Want dat wil het universum. Het universum wil je dat je kindjes gaat maken met die partner. Kunnen allerlei interessante visies hebben op daten. En van, ik hoef geen kinderen en noem maar op, ik date op een spiritueel level of ik wil iemand die mentaal gelijk is. Maar dit is wat het universum met jou in petto heeft. Dus er zijn twee krachten werkzaam. Er is dat universum bezig met die lovebombing van jou. En dat verborgen script in de diepte is bezig. En dat heeft dus te maken met je kernverbonding. Dus we keken net al eventjes naar die vrouwelijke kernverbonding. Laten we naar de mannelijke kernverbonding kijken. Dat vrouwelijke, dus je behoefte. Eventjes nog daarover. Dus je behoefte aan gehechtheid, je behoefte aan intimiteit, je behoefte aan veiligheid, je behoefte aan koestering, aan affectie, die blijft de rest van je leven. Het is niet zo dat je die eerste 18 tot 24 maanden nodig had en daarna is dat vervuld klaar. Nee, dat blijft. Hè. Dus daar blijf je naar hunkeren. Dat is ook wat maakt dat we gewoon met elkaar kunnen verbinden. Dat we liefde van elkaar kunnen krijgen, kunnen ontvangen. Dat knuffelen. Twee hartjes bij elkaar komen, dat weten we ondertussen uit de wetenschap. Als je 10 seconden iemand echt oprecht fijn knuffelt, komt er oxytocine. Als je lekker gaat dansen, als je verbindt met mensen, als je gaat vrijen, komt er oxytocine. Je hechtingsbehoefte, je behoefte aan gehechtheid en intimiteit, die blijft de rest van je leven. Godzijdank, is gezond. Daardoor kun je op een gegeven moment aan je eigen kindjes gaan hechten. Het universum heeft dit echt ongelooflijk mooi gedaan. Maar dan kom je op een gegeven moment in die fase van afscheiding van mama. Ja, dus dan heb je dus dat veilige introject gemaakt. Je hebt een veilige mama van binnen. Dat betekent dat ze ook gewoon gerust de kamer uit kan, naar de buren kan lopen. 2 minuutjes later terug kan komen. Jou op kan pakken. Er is geen vuiltje aan de lucht. Als je daar verwond bent geraakt, kan dat niet. Dan krijg je dus verlatingsangst. Als je verwond bent geraakt in het vrouwelijke, blijf je dit doen. Dan blijf je
je vastklampen aan de ander. Daarom is dit dus zo voor mij belangrijk om te ontdekken, wat ben ik gaan doen? In mijn volwassen leven, wat ben ik gaan doen? En dan niet zozeer op de horizontale laag gaan kijken van hoe kan ik me dan met anderen verbinden? Hoe kan ik veilig genoeg voor mezelf worden? In die vrouwelijke kernverbonding. Als ik behoefte heb aan intimiteit en veiligheid, noem maar op. Nou, stel dat dat goed voorzien is. Je mama die heeft je verzwolgen met liefde en die was afgestemd op je behoeften. Er kwam een boertje aan, die ging op de schouder en je broekje zat vol. Het werd op tijd verschoond, noem maar op. Dan krijg je gewoon een fijn gevoel over jezelf. Ik ben oké, de wereld is oké. Mama is oké, mama heb ik eigen gemaakt. En dan ga je dus naar de volgende ontwikkelingsfase door. Dan ga je kruipen, ga je lopen, ga je ontdekken. Je gaat tot vervelend toe alle vormen aanraken, voelen. Je gaat eigenlijk een hele innerlijke map van de wereld maken. En dan ga je dus afscheiden. Dan ga je autonoom worden. Als dat mocht. He, want jouw mama, die werd daarvoor nog, toen was je mama's kleine baby. Dit is mijn eigen verhaal. Dit is mij gebeurd. Mama's kleine baby. Ik was een verlengstuk van de mama. Ik gaf haar, door dat close contact, gaf ik haar enorme liefde terug. Zij kreeg ongelooflijk veel oxytocine. Maar dan komt dus op een gegeven moment die fase dat het kindje zegt, ik ben 2 en ik zeg nee. Ja, ik word een verschrikkelijk lastig, moeilijk, vervelend, irritant, weet ik wat, kindje met een eigen willetje. Kindje gaat de wil ontdekken. Dan komt het mannelijke. Dus het mannelijke van de ziel, het yang gedeelte komt in werking. Daarvoor is het vooral yin. Natuurlijk zijn daar ook mannelijke bewegingen al. Er zit altijd een puntje van het tegenovergestelde in een van de visjes, laten we ze maar noemen, die met elkaar aan het zwemmen zijn. Ja, maar als je 2 wordt, gaat het echt, wordt het voluit. Mensen die ouder zijn, ik heb het zelf ook kunnen zien en meemaken met onze jongens. Berg je maar. Ja? Je bent de hele dag bezig om te kijken of het kindje geen gevaar loopt. Dus je gaat beschermen. Het heeft nog steeds ongelooflijk veel behoefte aan het vrouwelijke, aan intimiteit. Maar het heeft een eigen willetje. Het is die impulsen, dus die lichtflitsen die je uit deze ziel ziet komen, dat draaiende wiel, zo stel ik die ziel dan voor, die gaan alle kanten op. Robert Bly noemde dat 360 graden bussen, alle kanten, dat we gaan dit onderzoeken, we gaan schreeuwen, krijzen, rollen over de grond, noem maar op. Als het goed is, dan gaat jouw mama, maar ook je papa, die gaat je hierin ruimte geven. Ja, ruimte. Letterlijk, daar komt ruimte voor jou. Er komt ruimte om te gaan ontdekken. En je kan steeds weer in dat vrouwelijke terugkomen. Als je dan valt, ah mama, tilt je even op, kom hier, kus je erop. En het is weer goed. En dit spel, dit blijft de rest van je leven doorgaan. In ieder geval in je jeugd, in je opvoeding. Ja, dus wat is veilige hechting? Het is als deze 2 basisbehoeftes, je behoefte aan gehechtheid, aan vastgehouden te worden, aan gevoed te worden, aan beschermd te worden, aan veilig, rustig dak boven je hoofd te hebben. Als die behoeftes worden vervuld, ben je veilig gehecht in het vrouwelijke. Als je daarnaast dus die andere behoefte aan autonomie, aan je emoties naar buiten kunnen brengen, hè, met het woordje erbij authenticiteit, mocht ik echt authentiek zijn. Als die behoefte wordt vervuld, die 2 behoeftes dus, en ik kan veilig gehecht zijn, maar ik kan ook zelf de wereld in, en dan mag ik weer terug naar het nest en dan word ik weer opgevangen. Dit zijn 2 behoeftes, 2 kernbehoeftes die dus voor kernverwondingen kunnen zorgen. Ja, op het moment dat je verwond raakt in het mannelijke, dan geef je dus jouw behoefte vaak aan veiligheid en gehechtheid, die geef je op. Want je krijgt, je kan verschillende kanten op. Ik vind dit een complex deel, ik weet niet of ik het goed uit ga leggen. Maar je kan of je behoefte aan gehechtheid opgeven op dat moment, of je geeft je behoefte aan autonomie op. Dus vooral deze typjes, hè, dus de helperholics en de, waar ben je, de love addict, die hebben dat mannelijke deel, die zijn in het mannelijke verwond. En die hebben gezegd, oké, om de liefde veilig te stellen, ga ik mezelf heel fijn, heel lief gedragen? Ga ik mezelf leuker voordoen? Ga ik helpen? Ga ik me mooi maken? Ga ik aardig zijn? Ga ik harmoniseren? Ga ik kijken wat iedereen nodig heeft? Ja. En daar heb je dus naar te kijken op die codependency laag. Maar weet dus dat daaronder een kernverwonding zit, in dit geval van het mannelijke. Kan ook andersom. En dit geldt voor veel vrouwen.
heel veel vrouwen zijn dit gaan doen, is gewoon cultureel bepaald. Dus niet Lars' stempel op mannen en vrouwen, maar ja, meisjes worden gewoon gezien als schattig, lief jurkje aan. Dus op een gegeven moment ga je ontdekken van oké, als ik dat gedrag laat zien en heel behulpzaam ben en heel aardig en anderen bewonder, oh ja, nou dan krijg ik je liefde in huis. Ja, dus dat is een strategie om liefde te krijgen. De kernverwonding zit hem op onvoorwaardelijke liefde. Want de verwonding is gekomen uit voorwaardelijke liefde, zo moet ik het zeggen. Je behoefte, je kernbehoefte is onvoorwaardelijke liefde. Het mannelijke aspect, het vrouwelijke aspect. Koester me zoals ik nu ben, maar waardeer me ook hoe ik mag gaan worden. Ook al weet nog niemand hoe je gaat worden. Dat heb ik zelf ook met mijn eigen kindjes ervaren. Van, er zit geen blauwdruk bij. Je gaat gaandeweg ga je ontdekken. Wat voor kindje is dit? En wat voor temperament heeft het? Wat voor behoeftes heeft het? En kan ik daar überhaupt als ouder op afstemmen? Nogmaals, als je daarin verwond bent geraakt, als meisje ga je je vaak heel liefelijk voordoen. Als jongen kan dit trouwens ook. Ik heb een dubbele verwonding. Dus ik heb ze allebei, veel van jullie ook. Zowel in het mannelijke als in het vrouwelijke verwond. Ja, dan ga je het op een gegeven moment allemaal maar zelf ontdekken in het leven. Hè? En dan ga je dus meer controle pakken. Dus je gaat of deze kant op. Dus je wordt een controller, je wordt een control freak. Dus die zegt, ik heb niemand meer nodig. Dat heb ik ook gedaan. Op een gegeven moment in een zielsbesluit genomen. Ik heb hier in dit gezin is het niet te halen. Ik ga het mezelf doen. Of je trekt je terug. Ja? Of je maakt je heel klein. En daar heb je ook niks meer nodig. Maar dan maak je je maar klein om maar geen gedoe en gedonder te krijgen. Daar gaat het over. Het gaat over je zielsbewegingen. Of je mannelijke zielsbewegingen om de wereld in te gaan. Om te ontdekken. Op je eigen manier te gaan proeven, te gaan ruiken, de boel onder te pissen, weet ik wat je allemaal bent gaan doen als baby. En als dat liefdevol begeleid wordt en, daar komt hij, begrensd wordt. Ja? Ik kijk op dit moment een serie over een stel op een zeilboot met twee kindjes aan boord. Super leuk om naar te kijken. En die kindjes worden ook begrensd. Die gaan ook aan lijntjes als ze langs de kant moeten lopen van die zeilboot. Dan denk ik, een kind aan de lijn. Super veilig. Ja, dus die ouderen houden die kindjes veilig. Als ze huilen, worden ze opgepakt. Prachtig voorbeeld van veilige hechting. Ja, maar met dat je aan je lot overgelaten bent en het zelf maar moet gaan ontdekken. Hè, zoals bijvoorbeeld dat voorbeeld van, nou laat ze zich gerust maar een keer branden aan die gloeiende plaat. Dan weten ze dat ze daar nooit meer aan moeten komen. Weet je, als ouders heb je die mannelijke impuls, dat ontdekken, gewoon te begrenzen. Gewoon te zeggen, nee, oké, als ze tot ze drie zijn en nog niet kunnen begrijpen, gaan we niet aan die gloeiende plaat komen. Ik noem maar even wat. Ja, en je haalt het glaswerk weg. En op andere manieren begrens je het ter buitenwereld, zodat het veilig wordt. Voor mij niet. Ik moest gewoon zelf maar de hard way ontdekken hoe de wereld in elkaar zat. En ik hoefde ook niet terug te komen om te troosten als ik dan weer iets had gedaan wat niet mocht of niet kon of wat dan ook. Krijg je dus een dubbele kernverwonding. Een kernverwonding in het vrouwelijke, in het mannelijke. Als mannen minimaliseren we onze energie. Komt uit de Hardy Fender test, dit archetype. Ja, dit is de avoider. Dan gaan we onszelf terugtrekken. Dan hebben we niemand meer nodig. Dan verdoven we onze gevoelswereld. Dit is heel zwart-wit. Vrouwen kunnen deze ook hebben. Maar over het algemeen, met die archetypes maak ik algemene patronen. Nou, Niels, dit is nog maar je eerste zin. Dankjewel. Maar veilige hechting. Ik hoop dat ik het begrip zo, in ieder geval op deze, we gaan nog zo verder hoor. Maar ik hoop dat dit stuk gewoon genoeg kader nu heeft. Hè? Dus dat die veilige hechting heb je dus niet als volwassene uit te gaan zoeken met anderen. Hè? Is die veilig hecht? Ben ik wel veilig hecht? Die heb je met jezelf uit te gaan zoeken. Jij hebt, wat ik al eerder zei, die verticale verbinding te gaan versterken. Dus je hebt te gaan ontdekken, hey, op de schatkaart zie je het hier, hoe is mijn innerlijk kind, kun je dat goed genoeg zien hier, hoe ben ik hier verwond geraakt? Ben ik verwond geraakt in dat mannelijke aspect, in het yang aspect, of ben ik verwond geraakt in het yin aspect? Ben ik verwond geraakt in de wereld in mogen gaan, veilig mogen gaan ontdekken, daarin gesteund worden, daar is de vader op een gegeven moment ook ongelooflijk belangrijk in. Ik ben daar nu voor mijn jongens, ik heb twee pubers nu in huis. Nu is het mijn beurt, zeg maar. Ik mag ze de wereld in schoppen af en toe. Spannende dingen laten doen. Ja, ik weet nog dat Tobias, die is nu 16, die was op een gegeven moment 14. En die ging op basketbal hier aan de andere kant van de stad. Ja, kan die daar al zelf heen fietsen? Tanja zegt,
Oh nee, laten we hem iedere week brengen, net als in Assen. We zijn nu in Den Haag. Ik zeg, jongen, je kan het. Ga maar lekker fietsen. Doodeng. Een van de slechtste buurten waar zijn basketbalcourt was in Den Haag. Ga het maar doen. Dit is de papa. Papa duwt de kinderen uit het nest. Kan voor sommige dingen ook al eerder. Ik ben degene die al heel snel leerde bijvoorbeeld een kindje met vuur spelen. Letterlijk. Dus met 5, 6 jaar oud hadden ze lucifers op hun kamer. Mochten ze vuur maken, maar niet in huis. Ja, dus dit is eventjes een voorbeeld, en zo kan ik er nog wel een paar geven, van vaderlijk ouderschap. Dus de vader is degene die, ja, die gaat testen of je nou een jongetje of een meisje bent. Die gaat beproeven die je nog steeds beschermt. Want als daar iets misgaat, ik leg wel uit hoe lucifers werken. We hadden in Drenthe, waar we toen woonden, hadden we een vuurplaats. Hier mag je vuur maken. Hey, dat doe je op deze manier, met deze houtjes. Nou, op een gegeven moment is die interesse vanuit het mannelijke is vervuld. Die is die behoefte om te ontdekken wat vuur is. Wow. Ja, het is super gaaf. Die is vervuld. Zit er geen belangstelling meer in. Ik moest het gewoon maar uitzoeken. Ik zwierf door de straten. Ik kwam ook aan lucifers, maar ik stak wel de halve buurt in de fik. Weet je? Het mannelijke in mij is niet begeleid. Ik ben een ongeleid projectiel. Het vrouwelijke heeft geen bescherming en koestering en intimiteit gehad in mij. Dus dit zijn dingen, ja, die heb ik dus, net als jij, Niels in dit geval, met mijzelf uit te zoeken. Hè? En natuurlijk loop ik daar tegenaan in relatie. En aan het moment dat gebeurt, dan ga ik dat niet in de relatie uitwerken. Tuurlijk hebben we het gedrag wat we dan in die, wat nu nog conflictarena heet, maar dus in dat verborgen script heb ik met mijn partner uit te zoeken, absoluut. En dat doen we op een volwassen manier. We kijken naar elkaars behoeften. Ik heb het werk te doen. Ik heb naar binnen te gaan en te gaan ontdekken van, oh, wacht even, dit gebeurt er in het heden, dit is mijn trigger. Draai het om, waar wordt in mij die kernverwonding geraakt? En als die kernverwonding geraakt wordt, dan wordt een van de overtuigingen geraakt in jezelf. Die heb je ook te gaan onderzoeken. Ik ben stom, ik ben dom, ik kan het niet. Wie zit er nou op mij te wachten? Noem maar op. Dus onderzoek. Onderzoek alles en behoud het goede. En onderzoek het dus in deze lijn. Ja, dan met wat je dat hebt geleerd, dat kan je dan weer delen met je partner. Hé, ik weet nu weer iets over mezelf. Het is ook heel fijn als je partner dit proces doet, als jullie samen bewuste partners aan het worden zijn, dan kan je dit dus samen gaan doen. Dan ga je samen op een gegeven moment ontdekken welke hard defenders zijn er actief, welke codependency patronen lopen er, wat veroorzaakt er. Maar we willen dat vaak, zeker als je bijvoorbeeld in het vrouwelijke verwond bent geraakt, dan willen we die partner als veiligheid daarin. En dat gaat niet, want jij raakt namelijk met jouw gedrag, dat ga ik ook op andere momenten verder laten zien, met jouw gedrag ga je die ander weer in de kernwond raken. En zo blijf je elkaar dus steeds verwonden. Je hebt allebei je werk op die verticale as te doen. Dus het verschil tussen veilige hechting en codependency. Hè, want de kindstukken die gaan elkaar lovebomben. Ja, dat is dus iets van de natuur, van de evolutie. En dat komt in eerdere relaties voor. Dat heb je echt goed gezien. En dan zeg je nog, je wilt graag iemand die dezelfde normen en waardes heeft en bij je past. Het is wel interessant om nog op in te gaan. Er zijn nog een paar dingen, denk ik, hoor, die ik hierover kan zeggen. Maar je wilt graag iemand met dezelfde normen. Er zijn twee mating strategies, noemen ze dat. Hoe noemen ze dat nou in het Nederlands? Partnerzoekstrategie. Hoe zoek je naar strategie? De wetenschap heeft er twee ontdekt. En die hebben een naam. De een heet Birds of a Feather Flock Together. Die noem jij hier. Dit is iets wat we doen. Je zoekt iemand van een gelijk gezondheidsniveau. Je zoekt iemand met een gelijk, hoe noem je dat, uiterlijke schoonheid. Ja? In Amerika dan geven ze elkaar zichzelf een cijfer. Wow, I'm a 10, I'm a 10, or I'm an 8, or I'm a what. Heb ik in Nederland nog niet zo gezien in het Westen. Ja, maar in Amerika is dat schering en inslag om jezelf dus gewoon een cijfer te geven. En als jij jezelf een 8 vindt, dan zoek je qua uiterlijk mensen die een 8 zijn, ongeveer. Of eentje hoger. Ja? Dat is de gangbare strategie uit de evolutionaire psychologie. Dus niet een of andere hype op Facebook of wat dan ook, maar evolutionaire psychologen zijn erachter gekomen. Dus hoe je jezelf waardeert. Ik ben een 7, nou, dan kan je eentje lager gaan. Liever niet, maar liever nog eentje hoger of gelijk. Ja, dus dit is wat je zegt. Je wilt iemand die dezelfde normen en waarden. Je refereert ergens anders naar, maar dit maak ik ervan. Dus dit is de strategie. Birds of a feather flock together. Je zoekt iemand met hetzelfde ambitieniveau als jij. Of hoger. Ja, en bij vrouwen is dit weer anders dan bij mannen.
Maar je zoekt iemand die dezelfde interesses heeft. Dat is ook in de eerste fase van zo'n relatie. Ga je hier naar op zoek? Ja, en dan zeg je van, goh, ik wil volgend jaar gaan zeilen in Griekenland. Nou ja, dat wil ik ook. Weet je, en zo ga je elkaar mindmappen. En dan kom je er op een gegeven moment achter hoe die andere in elkaar zit. Of die inderdaad zo dezelfde normen en waardes heeft. Of die uiterlijk inderdaad ook een 7 is. Of alleen maar Snapchat en Instagram filters gebruikt om de boel een beetje te boosten. En de borstjes pimpte. Of dagenlang in de sportschool is om dat cijfer maar omhoog te krijgen. Maar mensen, we zijn in zo'n uiterlijke wereld gekomen. Want iedereen weet dit. Instinctief weet iedereen dit. Dat je gewoon dus uiterlijk en innerlijk op een ander matcht. Hè, op dat evolutionaire level. Dat weten we instinctief. Zo zoeken we instinctief partners. Het is een beetje doorgeslagen. In die zin dat we het kunnen faken en dat we allerlei dingen ja, net kunnen doen alsof ze zo zijn. En daar kom je dan ook gedurende de relatie kom je erachter. Zeker als je dan gaat daten en iemand ontmoet en je denkt, wacht even. Hé, ben jij dit, Niels? Je ziet er zo knap uit op de foto, maar nee, bij wijze van. Ik maak er graag grappen over. Niet ten koste van, ja, ik doe het ook. We doen het allemaal, maken onszelf. We laten ons van onze leukste kant zien in die datingfase. En dat mag ook, dat wil het universum ook dat we dat doen. Dus het is helemaal niet kwalijk. Het is alleen kwalijk als je dus in de problemen komt in die kernverbondingen. En dan komt jouw andere, even kijken hoor. Hoe had ik die nou gezien? Dus je wilt graag iemand met dezelfde normen en waarden. Dus die eerste strategie, de tweede strategie, hoe noemen ze die ook alweer? Opposites attract. Dus dit zijn er twee. Dus de ene kant is het dus birds of a feather flock together. Je gaat onderzoeken en in de loop der tijd kom je erachter dat die persoon ook echt zo is als die zich voordoet. En hoe authentieker dat is, hoe meer veiligheid het geeft en hoe meer je gaat hechten. Veilig gehechte mensen, dat zeg ik in verschillende filmpjes. Onder andere in het lovebombing filmpje, wat jij noemt, waar ik het over heb gehad. Veilig gehechte mensen nemen de tijd. Die nemen de tijd omdat ze deze verbinding voldoende hebben ontwikkeld. De ontwikkeling met zichzelf. En daar komt-ie. Met hun eigen waarden. Met hun eigen normen. Ik vertaal codependency. Dus deze archetypes. Die vertaal ik vaak als codependency. Als je haalt je eigen waarden. Met deze strategieën. Bij de ander. Dus jouw eigen verticale lijn is niet sterk genoeg. Ik heb een ander nodig om die lijn te versterken. Of bij de victim, die geeft me veiligheid en aandacht. Of met de helperholic, die zegt hoe lief ik ben en die bewondert je. Of bij de love addict, die zich heel leuk maakt en die wordt bewonderd om haar schoonheid en om de sensualiteit. Noem maar op. Het is dit, dus de, hoe zeg ik dat? De opposites attract, die is hier heel belangrijk als metingstrategie. Want waar ik achter ben gekomen, en ik zeg niet dat het zo is, maar het is nu een hypothese voor nu, is dat als we dus dit soort codependency archetypes actief hebben in onszelf, dan zijn we sneller geneigd naar opposites attract. Dan zijn we sneller geneigd om vanuit die helperholic, vanuit waar is ze gebleven, vanuit deze een liefde gaan doen en aardig te doen en helemaal niet zo afgestemd te zijn op onze, wat jij noemt, eigen normen en waarden. Maar die projecteren we op de ander. Die ander heeft ons aandacht gegeven. Een van haar overtuigingen of zijn overtuiging is, ik doe er niet toe. Ik ben niet belangrijk. Wie zit er nou op mij te wachten? En dan komt er een partner, een opposite attract. Dus waar je misschien in eerste instantie helemaal niet op zou vallen. En die gaat je lovebomben. En dan niet vanuit de evolutionaire psychologie, maar vanuit jouw tekort. Dus mensen in die opposite attract. Als je bijvoorbeeld een narcistische partner aantrekt hierop. Die gaat het zien, want die wil jouw bewondering. Die wil jouw aandacht, die wil alles van jou hebben. Dus die gaat jou gewoon een heleboel liefde geven op deze laag. Vanuit opposites attract komen we denk ik het meest in de problemen. Als je die andere mating strategy toepast, hè, dus het the birds of a feather flock together. Birds of a feather flock together. En je doet dat kalm aan, nou, dan ga je inderdaad kijken, Niels in dit geval. Of je dezelfde normen en waarden hebt, of je wel degene bent, zoals je je op je Tinder-profiel of Lexa of weet ik veel waar hebt voorgedaan, daar neem je de tijd voor. Want je bent veilig gehecht, je bent in contact met je eigen waarden en normen.
Je bent in contact met je gevoelens, je bent in contact met je emoties die erbij horen, die kan je uiten. En dan ga je vanzelf op een gegeven moment voelen van binnen, omdat je in contact bent met je eigen kern. Daar zitten namelijk jouw waardes, daar voel je in jezelf of iets klopt of niet. Als je daarmee in contact bent, dan hecht je heel rustig. En dan kan er nog steeds vuurwerk zijn en verliefdheid en weet ik wat allemaal. En dan wordt het in de loop der tijd wordt het vanzelf duidelijk of jullie verder kunnen gaan hechten en echt bij elkaar passen. Maar mensen die dus die andere strategie, die opposites attract toepassen, is in ieder geval mijn ervaring en hypothese, die hebben een van die archetypes, een van die codependency archetypes actief. En die projecteren de onvervulde liefde die ze kregen op de ander. Dus die zetten heel snel die roze bril op. En die zeggen al heel snel, ja hoor, dit is hem. Dit is hem. Kijk maar hoe lief hij tegen me doet. Die worden gelovebombed. Die worden eventjes helemaal vervuld in de verwonding. Op het mannelijke of het vrouwelijke. Of allebei. Door die oxytocine en dopamine, door die liefdescocktail die je krijgt, is die verwonding er gewoon even niet meer. Ja? Dus mensen met codependency, inclusief ikzelf, die voelen zich over het algemeen niet heel fijn in hun eigen gezelschap. Zeg ik er eerlijk bij. Ja, en daar hebben we dus op een gegeven moment leren uitreiken. Van als ik nou die ander ga beschermen en redden of helpen of heel leuk ga doen, of wat voor strategieën ook als kind daarin heb ontwikkeld. Als ik dat nou doe, dan krijg ik liefde. En als je dan die liefde krijgt, dan houdt dat akelige gevoel van binnen, je eigen diepste angsten, je angstige kern, inclusief de verlatingsangst, die houdt gewoon eventjes op. Het is even vervuld. Die liefdeshormonen, die wekken je tot leven. Je projecten komen ineens van de grond. Je gaat je aardiger gedragen, je gaat je lekker kleden, noem op. Je voelt je verliefd, je voelt je gerevitaliseerd voor een tijdje. En daarom is het dus zeker als je dit doet, Niels, dus dat kan je ook nog voor jezelf gaan ontdekken van, welke strategieën gebruik ik als codependency patroon? Dus ga ik inderdaad dan helpen? Ga ik beschermen? Ga ik mezelf heel leuk maken? Ga ik mezelf heel klein maken? Of ga ik willen controleren? Dat geeft jou een behoorlijke indicatie waar je zelf zit en waar je dus nog niet in verbinding met jezelf bent. Dus zodra die strategieën aangaan, dat is een woord wat ik gebruik. Aangaan betekent heel simpel, je krijgt een beloning van het universum. En dit is ook weer een nieuwe hypothese, die moet ik nog uit gaan werken in het boek. Ik denk dat je vroeger met diezelfde liefdeshormonen bent aangegaan als die nu in de relatie herhaald worden, waardoor je ze herkent. Dit voelt als thuiskomen. Wow, wat voel ik me lekker. Is er bijvoorbeeld in het mannelijk, als je daarin gezien wordt, je krijgt een shot dopamine en je had daar dus vroeger tekort aan, dan wordt die wond opgeheven. En hetzelfde geldt met oxytocine. Als je in je vrouwelijke verwond bent geraakt en iemand anders gaat je ineens affectie geven en zien en bewonderen en veiligheid geven, dan gaat dat stuk aan. Dit is wat ik noem aangaan. Dat archetype gaat aan en die gaat meer willen geven, want die gaat de liefde veilig willen stellen. En daardoor kom je in verstrikking. Ja, ik doe nu dit, dat doe ik heel vaak in de video's. Dit is de lemniscaat, dit ben ik ook in het boek aan het uitwerken. Want hoe kom je nou precies in verstrikking met iemand? Omdat je aangaat. Je hartje gaat open, je krijgt eventjes die stof, even op level van de neurotransmitter. Er gebeurt natuurlijk veel meer in je emoties, in je hele wezen gebeurt er van alles. Maar even op het level van neurotransmitters ga je aan. En dat voelt heerlijk. Dat voelt heerlijk. 2 maanden, 5 maanden, 6 maanden, 1 jaar. En dan kom je uiteindelijk, dan gaat het, de lemniscaat die gaat omdraaien. En dan kom je dus in conflict met elkaar. Dan ga je ineens voelen van, wacht even, je bent helemaal niet zo leuk de hele tijd op deze horizontale lijn waar je bij mij verbonden bent. Want je haalt nu mijn voeding weg. Je haalt nu die onwijze fijne liefdesvoeding, die haal je weg. Jij komt met jezelf in problemen. Dit is een verborgen script. Dit script gaat bovenkomen, dan gaan de haarscheurtjes, die gaan in het behang komen of in het beton komen. Dan komen de eerste scheurtjes doorheen en het gaat akelig voelen. Dan ga je op basis van of je hard defense of je codependency, ga je nog harder je best doen. Of je gaat je gewoon net als vroeger terugtrekken. Als je een vermijdende hechtingstijl hebt, als je een avoider bent geworden, ga je jezelf terugtrekken. Die ander, als dan zij of hij bijvoorbeeld weer
verwond is geraakt in die vrouwelijke kern, die gaat nog harder de best doen. Die gaat weer harder vastklampen. Nou, de voordeur die zegt dit. Nou, dit zijn eventjes wat patronen die ik nu hele grote stappen snel thuis even laat zien. Maar het allerbelangrijkste, die patronen zijn belangrijk om die dans tussen jullie twee in dit geval, hè, want daar praat je over, om die te gaan doorzien van hoe dansen wij nou samen. Maar je hebt het werk dus voor jezelf te doen. Want wat zeg je dan? Ik snap dat het uit een plek van oké met jezelf zijn moet komen en niet de ander daarvoor nodig hebben. Maar zijn er wel duidelijke verschillen aan te geven? Nou, ik denk dat dat hierin zit. Dat oké zijn met jezelf is dus niet een ding van, nou ik ben wel oké met mezelf. Dat oké met mezelf zijn betekent, in mijn geval ben ik echt verbonden met dat innerlijk kind. Wat een van die twee of beide verwondingen heeft. Als ik daar niet mee verbonden ben en dat dus in eerste instantie ook niet voel. Hè, want we blijven gewoon, zeker als we in die codependency patronen zitten, blijven we gewoon naar buiten uitreiken. Van nou, deze partner was het niet. Hop naar de volgende. Dit was ook een klootzak. Het was een narcist. Of het was een avoider. Of het was een dit. Hè? Dus zo stempelen we dat. In plaats van de echte les te pakken. Die zeggen van wacht even. Ik heb niet goed opgelet in het begin. Ik was niet in contact met mezelf. Ik werd overladen met liefde. Die oude kernverwonding. Waardoor die opgeheven was. En zodra dat uitwerkt. Die liefdesdrug. Na een aantal maanden. Dan kom je alsnog met de realiteit in werk, in aanraking. En die realiteit is dat er een verwonding zit. En die verwonding, dat is het verborgen script, ga je onvermijdelijk met deze partner aangaan. Die gaat deze raken, die gaat continu op die knop drukken. Want wat heel fijn begon, fijn en voedend begon, moet op een gegeven moment omdraaien. Dit is ook een universele wetmatigheid. Het is niet een soort last die nu ook weer stempels doet, maar je bent voor eeuwig vervloekt. Juist niet. Is die verwonding nou niet aan het licht zou komen op deze manier, dan zou je toch eeuwig verwond blijven. Dit is wat het universum wil. Die wil dat jij deze verwonding onder ogen gaat zien voor dat verwonde jongetje of meisje met die kernverwondingen, mannelijk of vrouwelijk, mannelijk en vrouwelijk als het zo is, gaat zorgen in deze lijn. En dat, als je dat bedoelt met ik ben oké met mezelf, ik heb dat kindje in mij onder mijn hoede, ik ga dit kindje leren wat veiligheid is. Ook hoe het zich kan gaan uiten. Daar zijn emoties voor. Als jij verwond bent geraakt in het mannelijke, mag je je emoties niet uiten. Als je emoties niet kan uiten, kan je je behoeften en je grenzen niet aangeven. Ja? Als je verwond bent geraakt in dat vrouwelijke, ja, dan heb je op een gegeven moment gewoon geen behoefte meer aan intimiteit. Laat me zitten dan, ik doe het zelf wel. Dan word je enorm krachtig en autonoom in jezelf, maar niet meer in verbinding. Ja, dus dit zijn, als jij dat daarmee bedoelt, van als ik oké ben met mezelf, dan ben je dus veilig gehecht aan jezelf. Dat is waar deze ontwikkelingsweg, want dat is het wat mij betreft, over gaat. Oké zijn met jezelf betekent oké zijn met mijn eigen gevoelens, met mijn eigen behoeftes, met mijn eigen impulsen, met mijn mannelijke impulsen, met mijn mannelijke behoefte aan expansie, om de wereld in te gaan, om verbindingen aan te gaan. Ja, het vrouwelijke, dat juist weer bescherming wil, die zoekt het in de, ja, in de affectie, in de veiligheid met anderen. Het zijn maar zomaar even een paar aspecten. Het is ook weer niet om mannelijk en vrouwelijk gelijk zo te bestempelen. Maar dit geeft je richting. Dit geeft je richting op basis van wat je zegt, ben ik oké met mezelf? Als dat op een gegeven moment ja, voldoende duidelijk is, dan kan je prima op die manier met anderen relateren. Zeker wat ik er straks al zei. Als jouw partner ook bewust is, als die ook haar eigen patronen of zijn eigen patronen onder ogen wil zien, kan je hier ongelooflijk veel aan groeien. En dan kan je sterker nog, dan kan je uit gaan reiken en op een gegeven moment gaan vragen. Dan kan je je behoefte als een verzoek gaan doen van, hey, ik word nu eigenlijk heel bang. Zou je me, als je die vrouwelijke verwonding hebt, zou je me even vast willen houden? Ik moet zo huilen. Mag ik je dan vertellen waar het over gaat? En dat je dan even niet reageert, maar dat je me gewoon alleen maar even vasthoudt. Dan kun je je behoefte duidelijk gaan maken. En die ander kan dan weer aangeven van, hey, ik heb dat wel of ik heb dat niet te geven aan je. Maar op die manier kun je ook weer samen gaan groeien. Of als je in het mannelijke verwond hebt geraakt bent geweest. Dat je kan zeggen, oh, ik kom nu veel te dichtbij. Ik voel weer dat ik verstikt raak. Ik voel weer dat ik weg wil. Ik voel dat ik dissocieer. Ik voel dat ik mezelf in mezelf terugtrek. Dat mijn emoties verkrampen. Geef me even ruimte. Laten we over een kwartier verder praten. Ik ga heel even met mezelf zitten en dit zelf nu voelen. Dan kom ik straks weer in verbinding met jou. Even wat tips, ja, over relateren als je met dit soort hele oude, of ik moet misschien eigenlijk zeggen jonge hechtingstukken zit.
Even kijken. Wanneer weet je of je zelf in een oud patroon verzaakt of wanneer je iemand gevonden hebt die wel veilig gehecht is? Heel simpel. Heel simpel. Als je iemand hebt gevonden die wel veilig gehecht is en je hecht samen veilig, dan is de relatie een oase van rust. Net als het gezin vroeger waar veilige hechting was, er werd niet vroeger gezegd rust, reinheid en regelmaat. En dat wil niet zeggen saai, hè? Dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt of dat het niet leuk is of dat jullie het niet spannend kunnen hebben of dat je niet ongelooflijke, te gekke dingen samen kunt doen, er een hele hoge energie is. Maar de basisenergie, als de kernverwondingen rustig zijn en dat is veilige hechting, dan is er rust in jullie allebei. Dan ben je in staat om een introject van de ander te maken, dan wordt jouw partner dus veilig, net als mama vroeger, veilig in jouzelf. Dat betekent dat als hij of zij weggaat, dat je niet in de problemen komt. Dat ze rustig 2 dagen, 3 dagen, een week weg kan zijn. Dat je soms ook even geen contact kan hebben. En dat het oké is. Zo niet, dan weet je, ik heb een kernverwonding. Kernverwonding, onthechting, vrouwelijke deel. Ja, als dat niet kan in jezelf, continu moet blijven appen. Ik heb dit allemaal zelf ook meegemaakt. Ik zelf ook, hè, dat ik dit zelf ging doen, maar ook dat de ander dit ging doen. Als je dus niet veilig gehecht bent samen, dan kom je dus in de problemen en dan komt er onrust. Er gebeurt continu iets op de laag van de verstoten emoties, dus uit het mannelijke. De emoties die niet naar buiten mogen en een behoefte en een grenzen aan kunnen geven, die gaan vastzitten, die gaan pijn veroorzaken op basis van je oudere pijn die al opgeslagen zit in je systeem, die pijnbommen. Hier in de schatkaart zijn ze ingetekend. Is het pijnmijnenveld. Als je die niet zelf ontmantelt, gaat je partner die vroeger of later universeel wetmatig voor je aantikken. Keer op keer weer word je getriggerd. Dan heb je je werk zelf te doen. Natuurlijk heb je het tegen die ander te zeggen. Oh, wacht, sorry, ik ga even nu. Ik heb iets anders van je nodig, want ik word geraakt, ik word getriggerd en nu komt een van mijn beschermers op. Als je daar al zo bewust in kan zijn, prima, kan je het samen doen, maar dan heb je het werk zelf in te doen. Ja, dus dan heb je gewoon die emoties die daar zitten te gaan ontladen, te gaan bevrijden, te gaan kijken welke behoeftes zitten er in mij, in het mannelijke en vrouwelijke aspect, die niet vervuld zijn. Even kijken, natuurlijk kun je iemand een testje laten doen, ja, daar hebben we het net al even over gehad, hè. Wanneer het gezond is en ongezond. Dit is sowieso ook een tip hoor. Als ik iemand ontmoet die ik beter wil leren kennen, dan zeg ik ook, hey, wil je nog eventjes deze 2 testjes doen? Codependency en archetype. Dit zijn mijn scores, hoe zit jij in elkaar? Daar heb je super mooie gesprekken over. Dan kun je gewoon echt samen gaan kijken van hoe zitten onze hechtingspatronen in elkaar. Ik ga daar in het boek ook veel verder op in, zodat je kan gaan kijken met welke types kom ik nou in problemen. Maar vooral, want dat is natuurlijk onwijs. Ik vind dit is wel een van de dingen, daar smul ik van. Ik vind dat super gaaf om uit te werken. Maar het allerbelangrijkste weg is naar binnen. Hoe word ik een veilige partner, een veilige papa of mama, een veilige ouder voor mijzelf? Voor dat innerlijke verwonde kindje die vroeger verwond is geraakt in één van die 2 basisenergieën en patronen. In het mannelijke of in het vrouwelijke heb ik een tekort aan gehechtheid en intimiteit. Blijf ik dat zoeken in de wereld? Ben ik in het mannelijke niet voldoende aangemoedigd, gesteund en beschermd? Trek je je daarin op een gegeven moment terug, dan kap je die impulsen af. Of je gaat ze maximaliseren. En dat hangt heel erg af vanuit de hechtingstheorie. Wat voor karakter je hebt in de diepte. Ja, we hebben allemaal een bepaalde aanleg, we hebben bepaalde temperamenten. Sommige kindjes die worden dan heel bang en die trekken zich terug. Anderen zeggen, ik heb niemand meer nodig. Dat zijn wat mij betreft de patronen die je te onderzoeken hebt. Nou, ik hoop dat je dit voldoende basis hiervoor geeft. Vraag er gerust over door ook. Word ook lid van de Facebookgroep. Als je dat wil, als je steun van anderen hierin wil. In dit soort patronen. Like de video, want dan verspreidt hij ook weer veel beter aan de mensen die het nodig hebben. Abonneer je als je dat wilt. En ik zie je de volgende keer. Yes, mooie dag.